Oké, en dan nog eventjes proef 3H onderdeel 3. Witte fosfor, dat is een goedje wat je niet normaal in je handen wil hebben. Daarom werken we even in de zuurkast. In de Eerste Wereldoorlog werd het zelfs als strijdgas gebruikt. Dat spul heeft zo'n lage ontbrandingstemperatuur dat het bij kamertemperatuur in contact met zuurstof al begint te fikken. Het zit dus ook in een potje. Het zit onder water, zodat er geen zuurstof bij kan komen. Daar gaan we het nu eerst uithalen en dan blijft er een laagje water op zitten, zodat het niet meteen gaat branden. En het is, maar je ziet al wel dat er meteen rook afkomt. Zo reactief is het. Dan snijden we er een klein stukje vanaf. En dan stoppen we het snel weer terug in het veilige water. En dan leggen we het in een bak met zand. Want het wordt zo heet als het gaat branden dat het anders de bodem van de zuurkast zou kunnen beschadigen. Nou, je ziet dat er al wat rook vanaf komt. Maar dat duurt nog een beetje te lang. Daarom gaan we het met een hete staaf nog even wat extra activeringsenergie geven. Dus hier komt een verhitte staaf bij. En dan gaat het meteen branden. En je ziet dat dat dus vrij heftig gaat. Er komt veel rook vanaf. Maar wat we hebben ook gezien met verbrandingen. Als je de zuurstof wegneemt, dan gaat het vuur ook weer uit. Maar wat ik al zei, de activeringsenergie van fosfor ligt heel laag. Dus zodra we er weer zuurstof bij doen, begint het weer te branden. En dit was ook het nare aan dat spul in de Eerste Wereldoorlog. Als je het op je kreeg en je dook in het water, maar je kwam er weer uit, ging het weer verder branden. En als we dan weer de zuurstof wegnemen, dan gaat die binnen de kortste keren weer uit. Maar uiteindelijk laten we hem nog eventjes doorbranden totdat de brandstof op is. Want dan kan die ook niet meer beginnen met branden. Dat was hem.